Welkom weer bij een nieuwe tutorial van Made by Siem. Gisteren was ik bij Tante Louise. Het is niet echt een tante van mij, maar we noemen haar Tante Louise. En toen vertelde ze dat ze graag een kool wilde, die ze ook lekker over haar schouders heen zou vallen. En toen zei ik, wacht even, toen ben ik naar de auto gelopen, want deze heb ik een aantal weken geleden, eigenlijk misschien wel 2 maanden geleden, ontworpen. En het was exact hetgene wat ze zocht. Dus nu heb ik besloten om hem voor haar nog een keer te maken en hem dan gelijk te filmen. En dat is het verhaal erachter en daarom noem ik deze ook de Tante Louise kool. Dus dan kennen jullie ook het verhaal er een beetje achter. De kool voor deze is vrij groot. Ik heb zelf een plus size en van wat grotere maat. En ik vind het niet fijn als mijn kool heel strak om mijn nek heen zit. Ik heb ook een korte nek, dus ik vind het ook fijn dat ik wat bewegingsruimte heb. Deze had ik ook al een keertje meegenomen naar mijn werk. Een collega heeft hem gepast. Zij is heel slank en heeft een lange nek. En zij vond het ook fijn om een brede kool te hebben. Het is natuurlijk heel erg persoonlijk wat je zelf fijn vindt. Als jij niet fijn vindt om een brede kool te hebben, dan moet je minder stokjes opzetten. Want we gaan deze opzetten met stokjes in plaats van met een losse ketting. Je kan natuurlijk ook een losse ketting gebruiken om op te zetten. Maar ik ga je nu uitleggen hoe je dat doet met stokjes. Dan kan je hem ook kleiner maken. Maar ja, hoe die dan exact over de schouders gaat vallen, waarschijnlijk zul je dan meer moeten meerderen. Ik ga het je wel uitleggen, maar ik weet niet hoe het uitvalt, omdat ik het zelf niet eerder gedaan heb. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een kindermaat. Als je een kindermaat wil maken, ook voor de kool, minder stokjes opzetten. In dat geval geldt ook hoe die verder gaat uitvallen, geen idee. Het is niet zo, weet je, het is niet zo dat het nou iets is wat echt verschrikkelijk veel en lang werk is. Tenminste voor mij niet. Dus misschien kan je er ook een beetje mee spelen en zelf wat uitproberen. Deze versie is eigenlijk alleen de kool. Als je hem nou langer maakt, dan kan je er zelfs een poncho van maken. En als je besluit op een gegeven moment om, nou ja, als je hem langer gemaakt hebt, om er mouwen in te maken, dan kan je er ook een soort van trui van maken. Dus je kan met de basis van deze kool, van de Tante Louise kool, kun je eigenlijk heel erg veel verschillende projecten, items maken. Het is maar net wat je, nou ja, wat je zelf wil. Je kan er veel kanten mee op. Anyway, genoeg gekletst. We gaan beginnen. Ik leg deze aan de kant. Wat ga ik gebruiken? Een promobol. Het origineel wat ik in eerste instantie ontworpen heb, daar heb ik ook een promobol voor gebruikt. Alleen niet een volledige bol. Dus, en ik weet niet precies hoeveel ik gebruikte, maar dat ga ik je straks laten weten. Op zo'n promobol zit in ieder geval 300 gram 650 meter. Voor haaknaald 4,5. Het is ook ietsje dunner dan bijvoorbeeld de Saskia of de Royal. Tenminste, ik vind het ietsje echt één slag dunner. Toch ga ik gebruik maken van een 5 mm haaknaald. En een 5,5 mm. Een schaartje. Een stopnaald. Een meetlint. En als je het makkelijk vindt, dan kun je ook nog wat stekenmarkeerders gebruiken. Begin met een lus op mijn haaknaald. En dan begin ik met 1, 2, 3 lossen. Sla een draad om de naald. Ik steek in de
eerste lossen. Haal mijn draad op. Adem er doorheen. Sla mijn draad één keer om. Dan haal ik hem door één lusje. Ik sla mijn draad om. Ik haal hem door twee lusjes. Ik sla mijn draad om en ik haal hem door twee lusjes. Nu heb ik twee stokjes. Het eerste stokje bestaat uit die drie lossen. En het tweede stokje hebben we zojuist gemaakt. Ik sla mijn draad weer om. En die lossen die we net gemaakt hebben, daar gaan we insteken. Hieronder. Onder twee lusjes door. Zodat je zo'n V'tje op je haaknaald hebt. Dan sla je je draad om. Trek hem er doorheen. Sla je draad om. Haal hem onder één lusje door. Dat is dan weer de basis waar we zo meteen in gaan steken. Voor het volgende stokje. Sla je draad om door twee lusjes. Sla je draad om. En haal hem door twee lusjes. Omslaan. Nu zoek je die lossen op die je net gemaakt hebt. 1. Daar zit hij. Sla je draad om. Pak hem doorheen. Sla om. Haal hem door één lusje. Nu zie ik hier een kathaar. Die haal ik even weg. Sla hem om. Haal hem door twee lusjes. Sla om en door twee lusjes. Omslaan. Aan de onderkant. Door de twee lusjes heen van de lossen die je net gemaakt hebt. Omslaan door één. Omslaan door twee. Omslaan door 2. En nu heb je in totaal 1, 2, 3, 4, 5 stokjes gemaakt. Zie je dat? Voor mijn kool maak ik in totaal 88 stokjes. Wil jij nu een ander aantal maken omdat je de kool kleiner wil maken of omdat je hem misschien zelfs groter wil maken, zorg dan dat je een veelvoud hebt van 4. Ik heb in totaal 88 lossen en ik heb hier helaas weer een aanhechtdraadje, want hij kwam de draad kwam uit de bol na een klein stukje volledig afgeknapt zetten. Ja, soms gebeurt dat. Dus die ga ik straks wegnaaien. Heb je nou echt een ontzettende hekel aan het wegnaaien van draadjes? En Vonne van Vonne's Creaties heeft een video. Dat noemen ze van de weversknoop. Die kan je maken. En dan hoef je je draadje niet weg te werken. Ik zal een link naar haar video in de omschrijving zetten. Even kijken, ik ben aan het opmeten. Mijn ketting is 68 centimeter. En dat klinkt erg groot en dat is het misschien ook wel. Maar je kool gaat straks zo vallen, een beetje zo half rond. Dus ja, net wat ik net al zei, maak hem zoals jij dat graag wil. En zorg dan wel dat je hem in een veelvoud van 2 haakt. Lukt het je nou niet om zo'n ketting op te zetten, of zo'n stukje op te zetten met stokjes? Ga jezelf dan niet in allerlei bochten wringen, er chagrijnig van worden.
Het haken is gewoon bedoeld om lekker te kunnen genieten en te ontspannen. Maak dan gewoon een losse ketting. In mijn geval zou ik dan 88 losse opgezet hebben. En die sluit je dan tot een ring. En dan begin je met 3 losse. En dan maak je je hele ketting vol met stokjes. En die sluit je dan ook af zoals ik nu doe. In de bovenop de derde losse. Daar. Met een halve vaste. Kijk, en ik heb hier nu een opening zitten. Dat draadje wat hier hangt ga ik straks gebruiken om dit mee dicht te naaien. Maar als jij een losse ketting hebt opgezet en je hebt allemaal stokjes gehaakt, dan heb je dat niet. Dus dat is dan ook weer een voordeel. Nou, ik ga nu beginnen met het maken van de ribbel. En dat doe ik door middel van de door middel van het voorlangs reliëfstokje en het achterlangs reliëfstokje. Ik ga nu beginnen met 1 losse. Sla mijn draad om. Ik steek aan de zijkant van het voorstokje van de vorige toer in. Ik laat hem er achterlangs lopen en aan de andere zijkant komt hij omhoog. Dan sla ik mijn draad om. Die trek ik achter het stokje langs. Dan sla ik mijn draad weer om. En dan haal ik hem door 2 lusjes. Ik sla mijn draad om en ik haal hem door 2 lusjes. Dan heb ik mijn allereerste voorlangs reliëfstokje gemaakt. Ik sla mijn draad om. Ik steek aan de achterkant in. Dus aan de achterkant aan de zijkant van het stokje. Ik doe mijn haaknaald voor het stokje langs en aan de andere kant. Aan de achterkant laat ik hem maar uitkomen. Ik haal mijn draad op. Die trek ik met me mee dezelfde weg terug. Dan heb ik 3 lusjes op mijn haaknaald. Sla mijn draad om. Haal hem door 2 lusjes. Sla mijn draad om en haal hem door 2 lusjes. Dan heb je je allereerste achterlangs reliëfstokje gemaakt. Sla je draad om. Steek hem aan de zijkant, aan de voorkant steek je hem in. Naast het stokje. Dan ga je achter het stokje langs. Zodat het stokje boven op je naald ligt. Aan deze kant kom je er weer uit. Je slaat je draad om. Gaat dezelfde weg weer terug. Dan heb je 3 lusjes op je haaknaald. Sla je draad om. Haalt hem door 2 lusjes. Je slaat je draad om en je haalt hem door 2 lusjes. En dan heb je weer een voorlangs reliëfstokje. Sla je draad om. Je steekt aan de achterkant in. Je haaknaald gaat voor je stokje langs. Dus je stokje zit aan de achterkant op je haaknaald. Dan haal je de draad op. Je gaat dezelfde weg terug. Slaat je draad om. Haalt hem door 2 lusjes. Je slaat je draad om en je haalt hem door 2 lusjes. Nog een keer. Je slaat je draad om. Steekt hem aan de zijkant van je stokje in. Gaat achter je stokje langs, zodat het stokje op je haaknaald ligt. Je slaat de draad om. Trekt hem onder het stokje door, dus je gaat dezelfde weg terug. Omslaan door 2 lusjes. Omslaan door 2 lusjes. Omslaan. Je steekt aan de achterkant naast je stokje in. Je gaat aan de andere kant weer doorheen. Dan ligt je stokje aan de achterkant van je haaknaald. Of op je haaknaald. Je slaat hem om. Je gaat dezelfde weg terug. Dan heb je 3 lusjes op je haaknaald. Slaat je draad om. Haalt hem door 2. Slaat je draad om.
en haalt hem door twee. En dat zijn de voorlangs en de achterlangs reliëfstokjes. En dit ga je de hele ronde doen. En als ik dan hier vooraan weer ben, dan kom ik weer even bij je terug om je te vertellen hoe je verder gaat met je volgende ronde. Even kijken, ik heb nu nog 2 steken over. En de laatste. Moet ik het wel goed doen? De achterlangse reliëfstokje. Ik ben nu helemaal rond. En dan zie je hier. Bovenop het eerste stokje, daar maak ik een halve vaste. Dan doe ik 1 losse. En nu maak ik bovenop elk voorlangs reliëfstokje een voorlangs reliëfstokje. En op elk achterlangs reliëfstokje maak ik een achterlangs reliëfstokje. In zijn totaliteit ga ik dat volgens mij doen voor 20 rondes. Dus 1, 2. Dit zou dan mijn tweede ronde zijn. Even kijken. Dit was mijn eerste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 15, 16, 17, 18, 19. Jawel, 20 rondes. Ja. Dus ik ga mijn 20 rondes doen. En dan ga ik ondertussen lekker een filmpje kijken. En als ik dat... die 20 rondes gedaan hebt, dan kom ik weer bij je terug om te vertellen hoe je dan weer verder gaat. Dus elke ronde afsluiten met een halve vaste bovenop het allereerste reliëfstokje van je toer. Dan doe je 1 losse en dan ga je weer beginnen met je voorlangs reliëfstokje, je achterlangs reliëfstokje. Net zolang tot je ronde weer gesloten hebt. Vind je nou dat die kool dan veel te hoog wordt, doe dan wat minder rondes en maak er jouw eigen kool van. En gebruik die van mij als leidraad. Ik ga in ieder geval nu aan de slag en je ziet mij weer terug. Op het moment dat ik zover ben. Tot zo. Ik ben bijna aan het einde van mijn ronde nummer 20. Eigenlijk is het ronde nummer 21, maar de 20ste ronde in een ribbelsteek. En hoe weet ik nou dat ik bij ronde 20 ben? Dat zal ik je laten zien. Deze onderste, hier, dit was de eerste. En dan zie je hier zo'n ribbeltje. Zie je dat? Nou, als je begint te tellen, na het eerste ribbeltje, dus na dit ribbeltje hier, zie je een steek achter liggen. Dat is 1. Dan weer zo'n ribbeltje, daarboven zie je een steek, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En dan heb je na het dribbeltje nog één steek, dat is 20. Dus ik heb in de totale tijd heb ik 20 toeren in de ribbelsteek gedaan. Ik ga nu nog één toer doen in de ribbelsteek, maar voordat ik dat ga doen, ga ik mijn werk binnenste buiten draaien. En dat doe ik omdat, en dat zal ik even een stukje uitzoomen, dan kan je het misschien beter zien. En dat doe ik omdat ik straks de kool ga omslaan. Dus als ik hem dan zo ga omslaan, dan zou in dit geval, zo, dan zou in dit geval zou de verkeerde kant aan de buitenkant zitten. En dat wil ik niet. Dus je draait aan deze kant en dan sla je hem zo om. En als je hem dan omslaat, zo, dan zie je dat de mooie kant aan de buitenkant zit. En ik wil ook hier, wil ik aan de mooie kant, wil ik de buitenkant hebben. En daarom draai ik hem binnenste buiten. Als je dan je werk binnenste buiten gedraaid hebt, dan pak je een haaknaald een half maat groter. En in mijn geval is dat dan een 5,5. Je hoeft het niet te doen. Ik vind het mooier als het wat soepeler valt vanaf hier. Eén losse. En dan pak je de eerstvolgende steek. In dit geval is dat een voorlangs reliëfstokje. De volgende is een achterlangs reliëfstokje. Een voorlangs reliëfstokje. Achterlangs reliëfstokje. En zo ga je weer door totdat je aan het einde van deze toer bent. Of deze ronde bent. En dan zie je mij weer terug. En dan vertel ik je hoe we verder gaan. En de laatste. En dan sluit ik weer af. Hier bovenop en een halve vaste. Eén losse. Nu maak ik in de volgende steek weer een voorlangs reliëfstokje. Ik ga in deze ronde ga ik ook meerdere. Dus ik maak er nog om dezelfde steek een voorlangs reliëfstokje. Dus dan heb je op het voorlangs reliëfstokje van de vorige toer heb je nu twee voorlangs reliëfstokjes. Volgende steek is een achterlangs reliëfstokje. En daar maak ik er ook twee. Twee achterlangs reliëfstokjes in dezelfde steek. En in de volgende twee voorlangs reliëfstokjes. Dus we gaan nu eigenlijk alle steken dubbel doen. Achterlangs reliëfstokje. En nog een achterlangs reliëfstokje om dezelfde steek. Een voorlangs reliëfstokje. En nog een voorlangs reliëfstokje. Achterlangs reliëfstokje. Een achterlangs reliëfstokje. En het kan misschien soms wat lastig zijn. Maar het is gewoon een kwestie van oefenen. Dus gewoon proberen. En vind je het nou echt heel lastig, dan kan je eventueel je steek zo samendrukken, zodat je makkelijker erachter langs komt. Nou, kijk.
achterlangs. En weer twee voorlangs. Je gaat vanzelf voelen hoe jij het prettigste vindt om, om je steken vast te houden en te maken. Ik ga lekker door tot aan het einde van deze ronde. En als ik daar ben, dan kom ik weer bij je terug om te zien hoe we laten zien hoe we verder gaan. Dus om elke steek van de vorige toer doe je nu twee steken. Ik bedenk me ineens iets. Ik heb helemaal niet opgemeten. Mijn kool is 20 centimeter. 20 centimeter. Dus als ik hem dubbel ga vouwen, dan valt hij altijd ietsje zo. Dus dan zal hij ietsje hoger of iets lager zijn. Je kan altijd, je kan hem zo omslaan, je kan hem verder omslaan. Wat je wil. De hoogte bij mij is in ieder geval 20 centimeter. Zo. En nu ga ik echt door. Tot zo. En mijn laatste. En ik sluit nu af. Met een halve vaste op het eerste voorlangs reliëfstokje van deze ronde. En ja, nu zie je wat er gaat gebeuren. Het gaat lubberen. Althans, dat lijkt zo. Je hebt in deze ronde gemeerderd en je hebt eigenlijk je steken verdubbeld. Dit zorgt ervoor dat deze rand zo gaat staan. Dat kun je hier aan de zijkant mooi zien. Zie je dat? Ik zal heel ietsje uitzoomen, niet in, maar uit. Dit ga je zien. En dat is eigenlijk aan alle kanten zo. Dit zorgt ervoor dat het, dit gedeelte zo meteen op je schouder gaat vallen. Ik ga zo meteen gaan we hier twee rondes op vastmaken nog. En twee rondes waarin we eigenlijk gewoon in elke steek één steek doen. En daarna gaan we weer een ronde meerdere. Nu moet ik zeggen, pardon. Nu moet ik zeggen dat, zoals ik in het begin van het filmpje ook al vertelde, het origineel heb ik meerdere mensen laten passen. Mensen met meerdere maten. Verschillende maten moet ik dan zeggen. Van een maat S tot en met een maat 3XL. En iedereen past hem. Het is alleen maar wat je zelf prettig vindt. Je kan hem onder je jas. Je kan hem over een trui. Je kan hem over een blouse. Je kan hem over je jas dragen. Je kan op heel veel verschillende manieren kan je hem gebruiken. Dat is als je deze maat maakt. Maar vind jij zo'n brede kool niet prettig en jij wil hem smaller maken, maar jij hebt wel een grotere maat, dan zal je ook iets meer moeten gaan meerderen om aan dezelfde wijdte te komen. Maar goed, dat lijkt me logisch. Tot nu toe heb ik in ieder geval iedereen die hem nog aangehad heeft, of gepast heeft voor mij, die vond het een prettige maat. Dat wilde ik toch nog even gezegd hebben, want volgens mij had ik dat nog niet gezegd.
Volgende ronde. Klein stukje inzoomen weer. Zo. We beginnen weer met een losse. En zoals ik net al zei, elke steek van de vorige toer, vorige ronde, maak je één steek. Je ziet hier die voorlangs reliëfstokjes. En daar maak je dan weer voorlangs reliëfstokjes. Hier zie je achterlangs reliëfstokjes. Dus dan maak je achterlangs reliëfstokjes. Je laat je leiden door wat je in de vorige ronde ziet. Voorlangs reliëfstokjes zie ik hier. Dus ik maak voorlangs reliëfstokjes. En hier zie ik achterlangs reliëfstokjes. En dan maak ik achterlangs reliëfstokjes. Voorlangs reliëfstokjes. Achterlangs reliëfstokjes. En dit doe ik een hele ronde. En daarna doe ik nog een ronde hiermee. Dus je maakt nu nog twee van die rondes waarop je elke steek van de vorige ronde een steek maakt. En als ik dat gedaan heb, dan laat ik je zien hoe ik in de volgende ronde ga meerderen. En ik sluit weer af met een halve vaste. Eén losse. Nu maak ik. Dit wordt weer een ronde waarin ik ga meerderen. Zal ik eerst even. Wacht. Ik laat eerst even zien hoe het geworden is. Even uitzoomen. Als het goed is, dan moet het ook bij jou nu zo staan. Zie je dat? En dit gedeelte valt dan op je schouder. En ik wil er nog een klein stukje aan. En dan, daardoor ga ik, zeg maar, daarom ga ik nu meerdere. Want anders zou het nu vanaf hier heel ietsje nog zo gaan en dan zou het naar beneden vallen. Oh, dat kan je niet zien. Dan zou nog iets. Dan zal het echt zo gaan lopen. En ik wil het eigenlijk nog ietsje verder. Dus je kan het zo laten. Ik ga er nog in ieder geval eentje meer. Ik had een losse gedaan. Nu maak ik. Een voorlangs reliëfstokje. En bij de tweede maak ik een voorlangs reliëfstokje. En daar maak ik nog een voorlangs reliëfstokje. Dus bij de eerste doe ik er 1. En bij de tweede doe ik er 2. En bij de achterlangs reliëfstokjes, daar blijf ik er gewoon 2 doen. Dus daar meerder ik niet. Dus ik meerder alleen maar bij het tweede voorlangs reliëfstokje. Ik zit nog ingezoomd te werken. Even kijken. En zo. Uitgezoomd moet ik zeggen. Dus. Bij de achterlangs reliëfstokjes doe je er gewoon 1. Het eerste voorlangs reliëfstokje ook 1. En bij de tweede doe je er 2. En vind je nou dat je denkt van ja, maar misschien wordt dat bij mij niet wijd genoeg, breed genoeg. Dan zou je ook hier tussenin kunnen meerderen. Maar ik denk haast wel dat het goed gaat komen.
ik ga weer verder. En hier maak ik er 2. Dus je ziet me weer terug aan het einde van deze ronde. Foutje. Laatste afsluiten met een halve vaste bovenop het allereerste reliëfstokje. Kijk, en nu gaat hij nog meer uitgewaaierd staan. Zie? Volgende ronde, even spieken bij het origineel. Wij gaan nu, kijk, 1, nog 1 ronde erop vastmaken. Dan ga ik heel even dit gedeelte opmeten. Gaan we er nog 2 doen, even kijken. Oh, we gaan er nog 2 doen. Dit gedeelte is 6 centimeter en ik zit nu op 4. Ik denk wel dat we er nog 2 gaan doen. Ik ga er eerst nog even 1 doen. En dan kom ik nog even bij je terug. Wat gaan we doen? We gaan in ieder geval even indoemen. Zo. 1 lossen. En op elke steek van de vorige ronde maken wij zo'nzelfde steek als de vorige ronde. Dus op alle voorlangs reliëfstokjes maken we voorlangs reliëfstokjes. Op alle achterlangs reliëfstokjes maken we achterlangs reliëfstokjes. Dus hier heb ik 3 voorlangs reliëfstokjes. En dan maak ik er ook gewoon een 3. En 2 achterlangs reliëfstokjes. Ja, weet je, we maken gewoon 2 toeren. Ja, maak er toch 2. Ik maak er 2 in totaal en dan kom ik weer bij je terug. Dus de volgende toer ook, hè? Het is gewoon hetzelfde als deze toer. Het is gewoon een herhaling. Op elke steek van de vorige toer zo'nzelfde steek als van de vorige toer. En de laatste. Afsluiten met een halve vaste. En dit wordt hem dan. Ik ga er nu nog 2 rondes aanmaken. En de lengte van deze zal worden dat hij net boven de borst zal eindigen. En wil je hem nu langer maken,
Dan maak je nog wat meer rondes aan. Je kan er een poncho van maken en uiteindelijk besluiten dat als je zeg maar bij je bovenarmen bent, om dan toch nog één of twee rondes te meerderen. Maar ik ga dat niet doen, ik hou hem gewoon kort. Eén losse. Ik zal even iets verder inzoomen. Eén losse. Nu zie je hier die drie voorlangs reliëfstokjes. Die ga ik samen haken. Voorlangs reliëfstokje. Half afmaken. Nu heb je twee lusjes op je haaknaald. Slaat je draad om. Ga naar de volgende. Maak je weer een half afgemaakt voorlangs reliëfstokje. Dan heb je drie lusjes op je haaknaald. Je slaat nog een keer om. Je derde half afgemaakte voorlangs reliëfstokje. Dan heb je vier lusjes op je haaknaald. Je slaat de draad om en je trekt hem door alle vier de lusjes. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En hier doe je precies hetzelfde. Drie half afgemaakte voorlangs reliëfstokjes. Vier lusjes op je haaknaald. Omslaan en door alle vier heen trekken. Kijken, ik denk dat. Ik ga in plaats van 5 lossen, ga ik er 6 doen. 1, 2, 3, 5, 6. En doorhalen. Kijk, dat trekt minder, dat is mooier. 6 lossen. Iets verder inzoomen nog. Hè. En 6. Omslaan. Je slaat deze over. En dan maak je 3 half afgemaakte voorlangs reliëfstokjes. Vier lusjes op je haaknaald. Omslaan en doorhalen. En 6 lossen. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dat was 1 te ver. 2. Dit doe je eigenlijk 5, 6, de hele ronde. 1. Doe ik het weer, zie je dat? 1. 2. En 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omslaan en door vier lusjes heen.
1, 3, 4, 5, 6. En dan ga ik naar de volgende toe. En dit doe ik tot aan het einde van de ronde. En dan kom ik je vertellen hoe je de laatste ronde doet. En nu switch ik weer van haaknaald. Ik ga nu terug naar mijn 5 mm haaknaald. Kijk. Een halve vaste. In de ring, even in dit lusje hier. 1, 2, 3 lossen. Ik ga even iets uitzoomen nog. Iets te veel inzoomen. Zo. 3 lossen. Een stokje. En nu ga ik op het tweede stokje ga ik een picootje maken. 1. 2, 3 lossen. Steek hem in het eerste lusje in. Haalt hem erdoor. En gelijk hierdoor. 1. 2 stokjes. 1. 2. 3 lossen. Je gaat naar de eerste lossen. En dan maak je een halve vaste. Eén. Twee stokjes. Eén, twee, drie lossen. En halve vaste. En dan nog twee stokjes. En dan heb je dit. 8 stokjes met 3 picootjes. Dan ga je naar het volgende lusje. En daar maak je een vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lossen. 1, 2, 3. In de vierde lossen vanaf de haaknaald. Maak je een half afgemaakt stokje. En nog een half afgemaakt stokje. En nog één. En nog één. Nu heb je 5 lusjes op je haaknaald. Slaat je draad om en trekt hem door alle 5 lusjes heen. 1. 2, 3 lossen, omslaan en nu zie je die opening hier en daar doe je nu precies hetzelfde. Half afgemaakte stokjes totdat je 5 lusjes op je haaknaald hebt. Kijk, 5 lusjes. Omslaan, door alle lusjes heen. Een losse. En nu had je net deze onafgemaakte stokjes gemaakt in het voorste lusje. Nu steek je hem in het achterste lusje. Je klapt dit een beetje dubbel zo. En je zet hem met een halve vaste. Als dat lukt. Met een halve vaste zet je hem vast. 1, 2, 3, 4. En in dezelfde losse boog maak je een vaste. En dan heb je ook een bolletje gemaakt. En dit gaan we afwisselen. Twee stokjes
in het volgende lusje. Of losse boogje moet ik eigenlijk zeggen. 1, 2, 3 lossen. Een picootje. Twee stokjes. Een picootje. Twee stokjes. Een picootje. En twee stokjes. En in de volgende losse boog een vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Omslaan. 1, 2, 3. En in de vierde maak je weer onafgemaakte stokjes. Net zo lang totdat je 5 lusjes op je haaknaald hebt. 5 lusjes op mijn haaknaald, omslaan en door alle 5 de lusjes heen. 1, 2, 3, omslaan en in die opening hier precies hetzelfde. Half afgemaakte stokjes totdat je 5 lusjes op je haaknaald hebt. 4, en 5. Omslaan. Doorhalen. Nog 1 losse extra. En vastzetten in het achterste lusje. 1, 2, 3, 4. En in dezelfde losse boogopening een vaste. Trekken. En dan gaat dit zo je rand worden. Je kan natuurlijk ook kiezen voor een andere rand als je dat leuk vindt. Je kan franjes hier doorheen halen. En je kan allemaal bolletjes maken. Zo'n complete bolletjesrand. Daar heb ik ook een video van. Je kan dit weglaten. Je kan jouw eigen favoriete rand erin maken. Maar voor deze vond ik het eigenlijk wel een leuke rand. 1, 2, 1, 2, 3, een picootje. Twee stokjes en een picootje twee stokjes en een picootje. En 2 stokjes. In de volgende losse boog een vaste. En dan maak je weer een bolletje. Zo'n randje, een bolletje. Zo'n randje, een bolletje, een randje, een bolletje, een randje. Net zolang tot je helemaal aan het begin bent. En dan werk je al je draadjes netjes weg. Hou er dan wel rekening mee dat de draadjes die als je je koolsjaal zo hebt, dat de draadjes die aan deze kant zitten, straks aan de binnenkant zullen vallen. En andersom.
heb je nou hier een draadje zitten, dus echt vrijwel tegen de rand aan, dan zou ik hem aan de binnenkant wegwerken. Heb je hier dit lusje nog zitten, of dat draadje, die naai je netjes aan deze kant, zodat het mooi dichtvalt. Doe dat dan ook, dit is de buitenkant. Aan deze kant, maar als je hem omdraait, dan is het de binnenkant. Dus je naait hem weg aan deze kant, zodat hij aan de binnenkant valt. En dan zijn we klaar. Dan kom ik er nog even bij je terug om je het eindresultaat te laten zien. En voilà, dit is hem geworden. Alle draadjes netjes weggewerkt. Ik heb er een broche op gemaakt. Ook daar komt nog een tutorial van. Even zo, dan kan je zien dat hij, als je dit zo in het, dat hij echt gewoon rondvalt. Ik dank je weer voor het kijken naar het tutorial van Make by Siem. Vind je hem leuk genoeg om hem zelf te maken? En heb je hem klaar en wil je hem graag met me delen? Dat kan via Facebook, via Instagram, Twitter of Snapchat. Je kan me eventueel ook een e-mail sturen. Nou, dat was het. Ik zou zeggen, veel plezier met het tutorial en geniet ervan. Dag!